Als assistent van FC Groningen maakte hij vorig seizoen het volksfeest na de bekerwinst van dichtbij mee. Nou, dat was echt denk ik het mooiste, wat, denk ik een van de mooiste dingen wat er ooit bij FC Groningen is gebeurd natuurlijk. Hè. De eerste prijs die de club in ieder geval won. Daar was ik toch mooi bij, bij die bekerwinst. Dus prachtige mooie dag. Nu staat Marcel Groningen opnieuw in de kwartfinale van de KNVB-beker. Alleen dit keer niet met de FC, maar met de amateurs van HHC Hardenberg, waar hij zelf trainer is. Ja, het is best wel een redelijke stad nog Hardenberg, maar het gevoel hier is wel dat het een echte dorpsclub is. Hè. Het ademt HHC in Hardenberg, hè, bijna 2000 leden. Prachtige mooie accommodatie, mooi veld, grote supporterschare, hè, uit en thuis. Hè. Thuis gemiddeld 1500 toeschouwers. Ja, eigenlijk alle ingrediënten aanwezig voor om een prachtige mooie amateurclub te zijn en om op het hoogste niveau te spelen. Qua boys, beetje niveau. Ja, maar natuurlijk een goede loting. Nou ja, en dan tref je nek. En dan denk je van, nou, mooie thuiswedstrijd. In ieder geval nog één keer knallen voor het publiek. Ja, misschien dat de club er nog wat centjes extra aan overhoudt. Ja, maar het zal wel de laatste wedstrijd zijn. Toen het in de rust nog 0-0 was, toen stond ik op het toilet. En toen dacht ik, poeh, dit hebben we in ieder geval gered. Ja, het wordt geen afstraffing meer. Dus het was uiteindelijk een prachtige mooie avond. Ja, de 1-0, de 2-0. Ja, ook zeker als je daarna nog de beelden bekijkt. En hoe het publiek meeging en, ja, en dat het geloof in een overwinning ook steeds dichterbij kwam. Het was wel mooi, de vrije bal voor de 2-0 die kwam. En iemand wilde die bal nemen waarvan ik dacht van, die moet hem niet nemen. Dus ik riep heel hard van, Dennis Kroonen moet die bal nemen. En die nam hem uiteindelijk ook. En ik zei tegen Jan-Piet, de assistenttrainer, ik zeg van, dit wordt een goal. En waarop hij zegt, als dit een goal wordt, is mijn rug voor jou. Ik kan me nog herinneren dat ik ongeveer 180 appjes had, dat weet ik wel, al vrij snel na de wedstrijd. Ah, die avond was gewoon prachtig mooi. In de kwartfinale wacht de uitwedstrijd tegen AZ. Ik denk dat John van der Brom na de loting 3 dagen lang de Polonaise heeft gelopen. Dat zou ik in ieder geval wel gedaan hebben als ik hem was. Hoe verder we komen, hoe mooier. Maar als we het niet redden, dan hebben we in ieder geval een aantal rondes hartstikke mooi overleefd. Met een aantal hele mooie ervaringen voor de club, voor de supporters, sponsoren en voor de spelers. En voor de trainer.